Ik ben van mijn liefste. Hij verlangt naar mij. Kom, mijn liefste, laten we naar buiten gaan. Laten we slapen tussen de bloemen. Laten we vroeg naar de wijngaard gaan. Laten we kijken of de takken al groen worden en de bloemen al bloeien. Daar in de wijngaard zal ik je lief hebben. Je ruikt de geur van alle liefdesbessen. Boven de poorten hangen allerlei vruchten, vers geplukt of goed gedroogd. Ik heb ze voor jou bewaard. En dan nog de volgende gedachte. Ook jij houdt ongetwijfeld van iemand, misschien van je partner, je vader of je moeder, een kind of een goede vriend of vriendin. In dit geval gaat het om de liefde tussen een man en een vrouw die de afzondering zoeken om fijn samen te zijn. Ze zoeken een veilige en prettige plek om hun relatie te verstevigen. En dan de vraag van de dag. Wat doe jij om belangrijke relaties te beschermen? En neem je er in deze drukke tijd nog wel de tijd voor? Om even over na te denken. Tot morgen.